4 weken na de eerste try-out van Love Story is het eindelijk zover. De première met Céline de Schoenmaker en een genezen Freek Bartels. Ja. Okay. Wat maakt jij zo slim dan? Nou, zo zou ik bijvoorbeeld nooit met jou koffie gaan drinken. Ik zou je ook nooit vragen. Ik zei toch dat je dom was? Waarom moet ik in godsnaam mee naar zo'n stom potje ijshockey? Omdat ik meespeel. Goedenavond. Gefeliciteerd met je zoveelste staande ovatie. Allereerst, hoe is het met je fysiek? Goed, goed. Ja. Ja. Ik zag toch wat aanpassingen in het stuk. Je bruid tilde je niet over de drempel. Nee. Uit angst voor het schiet weer eens in mijn rug. Ja, dat zeg ik ook letterlijk. Ja, dus dat is eruit. En dat is opgelost op een andere manier. Ja. Is dat een permanente wijziging? Of gaan we over 6 weken eindelijk dat moment zien? We moeten dat een beetje bekijken per dag nog. Ik ben nog herstellen. Het gaat heel goed, maar dat risico moeten we nog even laten liggen. Hey, Céline, mag ik je feliciteren? Dankjewel. 13 maanden na dato. Ja. We moeten het even hebben over de pijn van het wegvallen van Ghost. Is die nu goed gemaakt met deze voorstelling? Zeker, maar die was al goed gemaakt met de andere voorstelling. Dus in principe was ik er al overheen. Ja. Maar dit is wel even, net toen ik ging buigen, toen dacht ik wel even zo van... In Nederland, eindelijk. Ja. Mijn debuut eigenlijk, ja. Jij en je rol. Hoe bevalt de rol van de verwende rijke luiszoon die tot enigszins inkeer komt? Ja, het is, qua spectrum is het een van de meest interessante rollen die ik heb mogen spelen, vind ik. En, het is wel iets anders dan lakei van koningin Willeke Alberti. Ja, dat kun je wel zeggen. Gefeliciteerd met je gouden film. Ik hoorde het, ja. Nee, maar goed, de rol van... Het is een prachtige rol. Alles zit erin. Toen ik het script las en de muziek hoorde, dacht ik ja. En het is gewoon wel iets waar je tanden in kunt zetten. De balans tussen de muziek en het spel was een uitdaging. Veel gesproken scènes. En het is een karakter wat ver van me afstaat. Maar heerlijk is om elke avond te mogen spelen. Stel je voor, als je 1,5 jaar geleden dit had gespeeld, hadden wij dan een andere Céline /Jenny gezien? 1,5 jaar geleden? In de plaats van Ghost dus. Zeker weten. Ja? Zeker weten, ja. En hoe is Jenny / Céline veranderd? Ik denk dat ik volwassener ben geworden en dat ik tegenslagen gewoon soort van accepteer en ermee om leer te gaan. Net zoals Jenny doet in de show eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat ik een wat volwassenere Jenny neer kan zetten, wat veel interessanter is. Nee, dat denk ik niet. Het is ook wel de ervaring die ik met de jaren heb opgedaan, dat maakt dat ik ook nu er aan toe was en er klaar voor was. Toen ik binnenkwam in de zaal, ik zie een Next to Normal-achtig decor, maar minder symboliek deze voorstelling. Ja. Een vrij heldere voorstelling, ook al loopt er één geest rond. Ja, nee, er zit wel degelijk symboliek in, maar deze voorstelling vraagt daadwerkelijk misschien wel om minder... zwangere symboliek. Ja. Maar hij zit er wel in. Het is natuurlijk een hint van een appartementengebouw in New York. Ja. Dat die dingen naar boven, die palen naar boven, verwijzen eigenlijk naar iets wat in de aanbouw is. Maar helaas nooit afgemaakt zal kunnen worden. Dat is de symboliek die daarachter zit. En voor de rest moet het natuurlijk ook gewoon functioneel zijn om dit stuk te kunnen spelen. Ja. We moeten heel veel overgangen maken in een hele korte tijd. Thema met een hele grote reputatie. Ja. Eigenlijk de bron van alle slappe romcoms eigenlijk. Ja, klopt. Dat is wel zo. Ja. Ja. Hebben jullie hard je best gedaan om dat vooroordeel bij mij weg te nemen? Ja, tenminste, ik denk het wel. Maar in principe, als je naar de show komt, vind ik het er niet in zitten, omdat wij al niet zo zijn. Nee. Maar ja, dat heb je natuurlijk wel misschien mee in je hoofd, dat je denkt, oh, love story. Maar ja, het is het tegenovergestelde, vind ik. Even je eerste prille reactie toen je hoorde dat je love story ging doen. Waar kende je love story van? Van zijn reputatie als eerste zakdoekenfilm? Nee, ik kende het eigenlijk helemaal niet. De film, moet ik je heel eerlijk zeggen, heb ik echt nooit gezien. Tot dat moment...
mijn confrontatie was, de enige die het heeft gezien is Maurice Wijnen. Die heeft de voorstelling gezien. Die zei, Paul, dit is echt het voor jou. Ik heb het beluisterd, ik heb het script gelezen en ik was het met hem eens. Ja. Dus mijn eerste reactie was uitsluitend op het werk van Stephen Clarke en Howard Goodall. Mm-hmm. En niet op de film, die ben ik pas later gaan kijken. En toen je die film zag? Had ik daar niet zo heel erg veel mee, moet ik je heel eerlijk zeggen. Hartstikke leuk, prima. Maar de musical is gebaseerd op dat boek en niet op die film. Maar nee, ik prefereer het werk van die twee. Die musical, die is beter. Wat zou je zeggen als ik denk dat ik verliefd op je ben? Dan zou ik zeggen dat je uit je nek kletst. Wat maken we eerst, een jongen of een meisje? Allebei. Als beginnetje. Olly, jij wil geen gezin, jij wil een heel hockeyteam. Goed idee. Ten slotte, hoe voelt je verse sterrenstatus? Super lekker. Nee, het is echt super leuk. Je hebt een compleet witte kleedkamer met alleen maar witte broeken. Nee, ik zit lekker met Liz, gewoon gezellig. Het is echt, ja, de groep is super leuk en we zijn allemaal heel erg aan het genieten met elkaar. En ik lach me kapot met iedereen, dus... Fijn. Zelfs lachen in deze... Ja, ja. Er wordt ook gelachen in deze show. Ja, dus. Fijn je terug te zien. Eindelijk gerechtigheid na anderhalf jaar. Ja, precies. Gerechtigheid.